De krokodil. Dan gaan we even hoofdrekenen doen. Hoe starten we aan deze oefening? Je ziet hier eigenlijk, je start in de staart en daar begin je met 7. Dan ga je 7 plus 11 doen en dan schrijf je die uitkomst best daarboven. Dat is 28. Dan ga je die 28 weer plus 8 doen. Schrijf je die uitkomst daar weer boven, min 4, schrijf die uitkomst daar weer en zo ga je verder. Totdat je uiteindelijk in de bek komt en ga je in de bek het juiste antwoord proberen te schrijven. Hier zie je nog een tweede voorbeeld waar je start met 12. 12 ga je min 3 doen, daar schrijf je weer 9, plus 16 enzovoort. En zo ga je weer tot aan in de bek gaan. Hier zie je dan enkele oefeningen waar je makkelijker twee dingen kan gaan optellen, omdat dit 17 en 53 dat is samen al 70, plus 24 is dat 94. Bij deze is dat bijvoorbeeld 64, kan je makkelijk plus 6 doen, dat is makkelijker dan dat je dat eerst plus 28 doet. Die twee samen is 70, dan schrijf ik hier 70. Ik markeer dat ook weer, doe dat zelf ook, dat je makkelijk weet van ah, die twee ga ik eerst samen optellen. Dat is 70. En dan ga ik die 70 nog plus 28 doen. En dat is 98. En zo kan je dat ook weer hier ga je markeren. De 26 en de 44, want dat komt op een mooi rond getal uit. En dan kan je die twee weer gaan optellen. Aan deze kant is dat juist hetzelfde. Dus 23 plus 37 zou ik eerst samen nemen, omdat dat 7 plus 3 gaat weer mooi uitkomen. En dan kan je die 25 er nog bij tellen. Dan zie je hier, ga je eigenlijk splitsen. Dat kan je best daarvoor gaan doen. Dus eerst tot aan het tiental gaan. Hier is dat naar 5. Je splitst dat in 5 en 2. Doe eerst min 5 en dan nog eens min 2. En dan kom je op 28. Hier zou dat dan zijn, ik ga dat er even boven noteren. Je gaat eerst min 8 doen, 8 komt vandaar. En dan nog eens min 1. Dus als je eerst min 8 doet, heb je al 10. Nog eentje eraf, heb je 9. Op die manier kan je dat het makkelijkste gaan doen. Bij 55 ga je ook weer splitsen in 5 en 2. En dan kan je eerst min 5 doen en daarna min 2.